Ja, er is een defecte bovenleiding alweer, dus dat wordt omreizen en te laat komen. Dus niks aan te doen. Hoe staat u nu hier op station Arnhem? Ja, eigenlijk een beetje verslagen. Het is mijn eerste werkdag bij een nieuwe werkgever, dus ik wil op tijd zijn. En dat gaat me niet lukken. Nee, het wordt waarschijnlijk meer dan een uur vertraging. Maar als ik hier nog langer blijf staan, dan duurt het nog langer, dus ik ga er vandoor. De bovenleiding is defect. Dus, waar is dat? En dat is in Utrecht. En zoveel consequenties voor reizigers, waar moeten ze rekening mee houden? Ja, met meer dan 60 minuten vertraging ongeveer. Ik sta met stomheid geslagen, steeds weer de kleine storingen die optreden. En NS lijkt maar niet het hoofd te kunnen bieden, of ProRail althans. Een half uurtje wachten. Wat vindt u ervan? Geen probleem. Eigenlijk altijd als ik de trein ga, vertraag het wel.